In het ondergrondse buizennet van Hilversum zal het stadsgas geleidelijk plaatsmaken voor aardgas. Burgemeester Boot heeft met het ontsteken van een fakkel deze primeur in het westen van ons land symbolisch gemarkeerd. Voor de overschakeling is Hilversum verdeeld in 42 wijken. Binnen een jaar hoopt men alle wijken op aardgas te hebben aangesloten. Maar dat brengt grote problemen met zich mee. Omdat aardgas onder een hogere druk staat dan stadsgas, waardoor de vlam op een normaal toestel van de brander zou worden weggeblazen, moeten alle gastoestellen worden omgebouwd om ze voor aardgas geschikt te maken. Indien dat mogelijk is, geschiet de vervanging van de branders aan huis. Dat is bij moderne gijzers vaak het geval. Maar de fornuizen worden tijdelijk weggehaald, waarbij de gemeente er echter voor zorgt dat de huisvrouw toch kan blijven koken. Het gemeentelijk energiebedrijf werkt onder hoogspanning om alle kooktoestellen zo snel mogelijk te veranderen. Die verandering brengt voor de eigenaren geen kosten mee. Alleen sterk verouderde toestellen worden afgekeurd, maar men krijgt dan een korting bij de aanschaf van nieuwe. Aan de fornuizen vinden twee belangrijke veranderingen plaats. De branders worden in hun geheel verwijderd en vervangen door nieuwe, die er op het eerste gezicht precies eender uitzien, maar die aan de druk van het aardgas zijn aangepast. Ook aan de kranen moeten bepaalde voorzieningen worden getroffen. De monteurs beschikken over een arsenaal van kranen en branders enzovoort. En natuurlijk controleert men alle toestellen zorgvuldig voordat ze weer in de woningen geïnstalleerd worden. Hilversum stapt dus als eerste stad in het westen over op het aardgas, dat in zulke geweldige hoeveelheden in onze bodem aanwezig is. De gasfabriek is al gesloopt en deze dagen heeft men de laatste toren opgeblazen. De val van deze eens zo trotse toren luidt een nieuw tijdperk in.